Ondanks dat we in juli nog de beste maand op de beurs hadden sinds november 2020, zijn de inside sales op een hoogtepunt. Dat betekent dat eigenaren en andere hoge mensen binnen een bedrijf de aandelen van hun eigen bedrijf verkopen. Zien zij een crash aankomen of zit er iets anders achter deze verkopen? Hoi allemaal, mijn naam is Jorik en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik krijg de laatste tijd heel veel vragen van kijkers van mijn video's wat ze moeten doen met hun aandelen. Of wat ik zelf doe met mijn aandelen. De beurzen zakken namelijk heel hard en er is ook veel aan de hand. We hebben natuurlijk nog steeds corona, inflatie, de oorlog in Oekraïne en zo is er heel veel aan de hand in de wereld. Maar er is nog iets waar veel mensen het niet over hebben. En dat zijn de inside sales van eigenaren en andere hoge mensen binnen hun bedrijf. De inside sales zijn namelijk op een all-time high. Er zijn meerdere artikelen die dit ook bevestigen. En de afgelopen maanden wordt er heel veel verkocht door de eigenaren van bedrijven. Deze eigenaren en andere hoge mensen binnen het bedrijf verkopen dus hun aandelen van het bedrijf waar ze zelf voor werken. En hier staat ook een artikel die dit beaamt. Hier staat namelijk: "There were 272 insider sellers at the S&P 500 firms in April compared with 32 buyers." Oftewel, in de S&P 500 met de grootste 500 Amerikaanse bedrijven waren aan de ene kant 272 sell orders en slechts 32 buy orders. Een heel flink verschil dus. En een overwegende sell-positie dus van de meeste bedrijven. En verder zien we dat insiders de markt ook vaak goed weten te timen. Zo wordt er vaak ingekocht op lage momenten en verkocht een aantal maanden voor de val van de beurs. En veel van jullie weten het misschien niet, want ik heb het idee dat veel mensen het vaak niet weten. Maar de inside sales of inside buys, oftewel de insider trading, die gebeurt op een aandeel, die is altijd publiekelijk beschikbaar. Wegens transparantie van een bedrijf moet een bedrijf die insider sales en buys publiek maken. En deze kan je gewoon inzien. Dit kan je dus doen door even te googlen. En er zijn meerdere sites die deze databases bijhouden. En deze informatie kan je dus meenemen in je analyse op aandelen of je analyse op de hele beurs. Wat wel goed is om te weten is dat insiders niet zomaar kunnen kopen en verkopen wanneer ze willen. Het is dus wettelijk verboden om te handelen als eigenaar van een bedrijf met je eigen aandelen als je informatie hebt die niet publiekelijk beschikbaar is. Dan heb je dus een voorsprong en dat mag niet. Het komt er dus op neer dat je als eigenaar van een bedrijf een plan moet opstellen voor je kan kopen en verkopen. In dit plan stel je dus ruim van tevoren in wat je gaat kopen en hoeveel en wanneer, zodat je niet op voorhand kan kopen met informatie. Stel een bedrijf gaat volgende week met de kwartaalcijfers komen en de CEO heeft deze informatie al, dan kan hij dus niet zomaar die aandelen kopen. Dan kan hij bijvoorbeeld wel zeggen, ik wil over 3 maanden die aandelen kopen. Maar hij kan dus niet op basis van de informatie van nu aandelen kopen of verkopen van zijn eigen bedrijf. Maar het is natuurlijk altijd goed om te zien wat eigenaren van hun eigen bedrijven doen. Als ze natuurlijk zelf grote posities van hun eigen bedrijf verkopen, is het vaak niet een goed teken voor het bedrijf. Helemaal als de rest van de markt wel hun eigen aandelen koopt. In dit geval zien we dat de hele markt zijn eigen aandelen verkoopt. Bijna elke eigenaar van een bedrijf is dus zijn aandelen heel hard aan het verkopen. En dat is wel zorgwekkend voor de markt. Het is natuurlijk wel zo dat het mensen zijn net zoals ons. En dat ze soms ook bijvoorbeeld om andere redenen verkopen dat er een marktcrash aan komt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze hun eigen portfolio verder willen diversificeren. Of dat ze geld nodig hebben of vrij willen maken voor andere doeleinden. Er zijn dus ook een hoop transacties tussen die onschuldig zijn. Maar als we zien dat het gaat om heel veel grote transacties in een hele grote getale tegelijkertijd, dan is er mogelijk toch wat meer aan de hand. En wat ik dus al zei, wat we vaak kunnen zien bij de insider sales, dat is vaak achteraf makkelijker te zien natuurlijk, maar dan zie je vaak dat ze heel veel aandelen verkopen een aantal maanden, soms wel tot 6 maanden, voordat er daadwerkelijk een crash komt. Vaak zien ze dus aankomen wat er gebeurt, omdat ze natuurlijk goed op de hoogte zijn van hun bedrijf en andere bedrijven in de sector. Ten tweede weten ze ook vaak goed te kopen op lage momenten. Dus als je heel veel buy orders ziet van heel veel eigenaren van eigen aandelen, dan is het vaak een mooi moment om ook met hun mee te kopen in een bedrijf. Kortom, die insider trading is heel belangrijk om in de gaten te houden, omdat het dus vaak een goede voorspelling geeft van het bedrijf en van de markt in het algemeen. Zoals ik dus al zei, de afgelopen tientallen jaren hebben de insider trading eigenlijk altijd market crashes goed voorspeld. Ook nu zitten we dus in een flinke daling en we zien dus ook over de afgelopen half jaar tot drie kwart jaar eigenlijk dat er constant een hele hoge hoeveelheid is van insider sales. Dat is al vanaf december gaande en het is nu in begin september eigenlijk nog steeds gaande. En dat kan dus betekenen dat de markt de komende tijd misschien nog wel verder gaat afzakken dan het al is gedaan. Er zijn namelijk ook meerdere studies geweest over insider trading en daar benoemen ze een bepaalde term cluster trading, dus cluster buying of cluster selling. En wat het eigenlijk inhoudt is dat er een hele grote getale dus tegelijk door eigenaren van bedrijven insider trading wordt gedaan één kant op.
Oftewel allemaal verkopen, oftewel allemaal kopen. En eigenlijk bijna altijd zitten insiders goed met hun verwachtingen en zakt de beurs dus zodra zij verkopen. En als we kijken naar de maand juli, dan zien we dat in de maand juli we een stijging hebben gehad van 6 à 7% op de markt. En als we van het laagste naar het hoogste punt kijken, was dat zelfs iets meer dan 10%. Voor de insiders was het dus een moment om weer flink te verkopen. De aandelen stonden weer op een hoger punt, dus er was weer een hele hoge piek in verkopen van aandelen. En dan kan je je afvragen, zitten we dan wel in een bear market als de aandelenmarkt dus in een korte tijd 10% stijgt? Nou, er zijn een aantal cijfers over die dit kunnen bevestigen dat het ook in een bear market gebeurt. Want elke bear market tussen 1901 en 2015 had namelijk minimaal één stukje stijging van 5% of meer in een korte periode. En 2/3 van alle bear markets in deze tijd hadden zelfs een stijging van 10% of meer. Kortom, het is dus heel normaal dat in een korte tijd de aandelen nog flink stijgen om vervolgens weer verder af te zakken. En de insider sales, de insider trading, dat bevestigt dus wel een beetje dat we mogelijk nog steeds die kant op gaan. En dan blijft natuurlijk de vraag, wat moet je doen met je aandelen? Nou, je kan dus alles verkopen of een deel verkopen op de gok dat je goed kan timen en dat je meegaat met deze insider sales. Echter is het altijd een risico en veel beginnende beleggers en ook ervaren beleggers maken de fout om het te proberen te timen van de markt en dat gaat vaak niet goed. Ik beleg nu zelf een jaar of 6 à 7 en ik heb het meerdere keren geprobeerd om de markt te timen en het ging eigenlijk altijd verkeerd. En het is eigenlijk heel simpel. Het komt namelijk omdat het heel moeilijk is om te timen waar de bodem is. Zoals je nu dus hebt gezien, zijn we dus flink gaan zakken een aantal maanden lang. Om vervolgens 10, 11% weer te stijgen. En dan denk je misschien, nou, we zijn dus weer een paar procent gestegen. Misschien is het nu een goed moment om te kopen. En vervolgens zakt hij misschien wel weer verder af nu. En zijn we over een paar maanden misschien wel weer 30% lager. Aan de andere kant, stel hij gaat over een paar maanden dus weer 10, 15% omhoog. Dan denk je misschien, ik wacht nog even, want vorige keer zakte hij ook. Dan wacht je nog even, dan stijgt hij nog meer procenten. En op een gegeven moment ben je eigenlijk alweer te laat om in te stappen en maak je dus verlies. Alhoewel je dus de markt kan timen, is het heel moeilijk en is het heel lastig te voorspellen waar we heen gaan. Mijn persoonlijke mening, en dat is dus wat ik doe met mijn aandelenportfolio, is dat de markt niet te timen valt. En dat ik daarom dus gewoon heel simpelweg al mijn aandelen hou en elke maand blijf bijkopen. Voor de lange termijn is het een veilige strategie, een goede strategie om op lange termijn vermogen op te bouwen. En zoals ik al zei, is het dus heel moeilijk te voorspellen. In mijn mening valt de markt simpelweg niet te timen. Ik zal daarom ook niet aanraden om het te doen, om het te verkopen. Je kan het altijd proberen, maar er zitten veel risico's aan. En wat je vaak ziet en leest en wat ik zelf heb ervaren, is dat je het gewoon niet te timen is. En dat je uiteindelijk gewoon meer verlies maakt dan dat je zou holden. In mijn ogen is de beste methode dus aandelen vasthouden voor de lange termijn en elke maand netjes bijkopen middels de DCA-methode, de Dollar Cost Averaging. Wat je daarmee dus doet, elke keer als de aandelen weer verder zakken en je koopt elke maand netjes bij, koop je op een steeds lager bedrag. In eerste instantie dat je de aandelen kocht, was je al overtuigd van de aandelen of van de ETF's en op een lagere prijs betekende dus dat het dus goedkoper is en dat je dus zou moeten bijkopen. Als je namelijk vertrouwt in je eigen analyse, zou je dus een goede analyse moeten hebben gemaakt en zijn de aandelen alleen maar goedkoper geworden. Zodra er dus niks fundamenteels verandert in de aandelen, is het dus misschien interessant om bij te kopen. Doe je dit elke maand en voor de lange termijn, dan is dit in mijn ogen de meest veilige manier van beleggen. En zou je op de lange termijn altijd winst maken. En mocht je willen beleggen, dan kan je dat doen via de link in mijn beschrijving. Dan kan je je aanmelden bij de Giro en tegen hele lage kosten beleggen. En daarnaast krijg je tot wel 100 euro transactiekosten vergoed als je aanmeldt via de link in mijn beschrijving. Nou, zelf hou ik dus al mijn aandelen vast. En ben je benieuwd welke aandelen dus nu in mijn portfolio zitten en wat ik heb bijgekocht de afgelopen maand, klik dan hier. En ben je benieuwd naar mijn favoriete aandelen voor deze maand, klik dan hier.